Oké, in deze korte les wil ik iets zeggen over de installaties of de installatie van de twee programma's Notepad++ en Xamp. Nou, zoals jullie ook voor jullie zien, heb ik hier de studiewijze voor me waarin ik de twee links heb opgenomen. Nou, het eerste wat je moet doen is dat je Notepad++ gaat downloaden. Daarvoor hoef je alleen maar te gaan dubbelklikken op de link, dus dat doe ik ook nu. En dan zegt hij meteen hieronder van ik wil je dit bestand, het exe-bestand, het installatiebestand, wil je dat nou gaan uitvoeren of opslaan? Nou, ik kies altijd voor uitvoeren. Je zou eventueel ook voor opslaan, eerst opslaan en dan pas uitvoer kunnen kiezen. Maar dit scherm is dus afhankelijk van de browser die je gebruikt. Ik gebruik nu Windows of Internet Explorer 8.0 volgens mij, of misschien wel een hogere versie, en dan krijg je dat zo te zien. Maar je moet dus een bestand gaan downloaden en openen. Ik ga dat nu niet doen, want ik heb het hier al op geïnstalleerd, maar de installatieprocedure wijst ook op, is eigenlijk al vrij eenvoudig, dus je hoeft alleen maar oké en next en dergelijke te klikken. En dan moet het goed komen, dus ik ga dit nu annuleren. En ik ga ervan uit dat je dit dan hebt gedaan. Vervolgens is het belangrijk dat je Xamp installeert. Xamp is dus het programma wat ervoor zorgt dat je PHP-bestanden kan gaan verwerken. Het is een serverapplicatie, zoals ze dat noemen. Daarvoor moet je uiteraard weer gaan dubbelklikken op de link. En dan vraagt hij of jij een bestand wil gaan downloaden. En anders begint dat wel automatisch vanaf een bepaald aantal seconden. En ik krijg weer hieronder het verzoek of ik een bepaald bestand wil gaan uitvoeren of opslaan. En als je dan op uitvoeren klikt, dan moet ook dit programma zichzelf gaan installeren. Ook dit is eigenlijk niet zo heel erg spannend. Het is een kwestie van goed lezen, op de juiste plekken voor oké kiezen of next kiezen. En vervolgens is het dan geïnstalleerd. Wat nog wel, als het eenmaal is geïnstalleerd, dan krijg je waarschijnlijk rechts onderaan dit icoontje. Dat is het programma Xamp. Je zou eventueel ook, hij kan eventueel ook in je op je bureaublad te vinden zijn. Dit dan, dit. Dat is eigenlijk net het programma wat ik toen net heb weggeklikt, maar ik doe net alsof het dus weg is. En dan kan ik hierop dubbelklikken. En dan zegt hij van Xamp is already running. Dat klopt omdat ik hem hier heb staan. Je zou eventueel ook op hierop kunnen klikken en dan komt hij ook weer tevoorschijn. Oftewel, deze control panel is even belangrijk. Hier staat ook Xamp Control Panel Application. Want wat je daarin moet gaan doen is dat je de Apache server, de Apache module, die moet je even starten. Bij mij is hij al gestart. Als het goed is, is standaard is hij not running. Dus standaard is hij, wacht even. Ja, standaard is hij zo bij jou, als het goed is. En dan moet je alleen de Apache server even opstarten. Dat heb ik nou gedaan door op start te drukken of start te klikken en dan staat hier running. Als hier eenmaal running staat, dan kun je naar je Internet Explorer gaan. Dat doe ik ook. Sluit ik dit even af en ik ga even naar zo. En dan hoef je alleen maar localhost in te typen. En dan krijg je dit. Als je dit hebt, dan kun je ervan uitgaan dat Xamp goed is geïnstalleerd en dat het werkt. Nou, dit kunnen we uiteraard ook gaan testen door een eenvoudig PHP-bestand aan te maken. Dat heb ik al gedaan. Dit is een eenvoudig, ik zal hem even vergroten. Dit is een eenvoudig PHP-bestand waarin alleen de zin 'het werkt' wordt geprint. Ik sla dit uiteraard op
in mijn htdocs directory. En die bevindt zich onder cw.exam.htdocs. Dus ik ga weer terug naar htdocs. En ik sla het op als PHP. Dat is in het geval al voorgeselecteerd. Ik noem het werkt. En ik zeg opslaan. Ik had hem al eerder opgeslagen. Dus vandaar dat hij zegt van wil je hem vervangen? Ik zeg ja. En nu is dat dus opgeslagen. En als ik dat wil gaan zien. Dan moet ik dus HTTP localhost. Het werkt. .php opstart. En wat zien we dan hier? Le voilà. Het werkt. Dus bij deze is... hebben we de volgende dingen gedaan. We hebben Notepad++ geïnstalleerd. Kijk maar. We hebben Exam geïnstalleerd. Kijk maar. We hebben vervolgens in Exam hebben we de Apache server opgestart. Die moet gewoon de hele tijd running zijn. Dus die hoef je ook niet meer af te sluiten ofzo. Vervolgens heb ik gekeken of Exam werkt. Dat deed ik door localhost in de browser in te typen. En dan krijgen we dus... Ik had het vergroot vandaar. Ja. Dan krijg je dit scherm te zien. En vervolgens hebben we een klein bestandje gemaakt. Die we opgeslagen hebben in de htdocs van Exam. En vervolgens hebben we dat bestand dan, het werkt.php, geopend. En we hebben gezien dat het heeft gewerkt. Nou, gefeliciteerd. Je hebt nu alles wat je nodig zou moeten hebben voor deze cursus.